ritme lijkt heel erg veel op het basisritme. Gewoon B snare om en om. Maar dan hebben we de bassdrum spelen we ook onder de snare. Zodat die wat meer gaat stuwen. Moeten we eerst even de hi-hat en de snare en de bassdrum, die drie, waar we eigenlijk al het hele hoofdstuk mee bezig zijn, die gaan we nu voor het eerst tegelijk spelen. En dat bedoel ik ook echt tegelijk. Dat je niet dit soort dingen krijgt. Of het moet echt één vette klap willen horen. Gaan we even doen. Dus je gaat even klaarzetten en de deur op. Bam. Probeer maar. Ene dikke vette klap moet het worden. Even klaarzitten. Bam. Eén klap. Ja? Doet u het nog? Oké. Dus doe ik nou. Doe even een high ertussen. Dus alles rechts. Alles rechts. Dus drie tegelijk rechts. Drie dingen tegelijk rechts. Alles rechts. Alles rechts. Dikke vette klap rechts. Bam! Rechts. Boom! Rechts. Denk erop. Eén klap, hè? Boom! Kijk gewoon naar je trommels. Kijk naar je snare. Kijk naar je bass. Dat het gelijk gaat. En misschien kan je het eigenlijk pas als je lekker boos bent. Gewoon lekker. Dan speelt hij het makkelijk. Is ook lekker, hè, drummen. Als je even lekker boos bent, moet je juist gaan drummen. Heerlijk. Lekker afreageren. Zo. Nou, ik ben mijn boosheid weer lekker kwijt. Nu gaan we hem helemaal doen. Dus, eigenlijk wat er gebeurt, is je maakt allemaal gelijk afstanden. Dus je rechterhand, die maakt gelijk afstanden. Ik ga even langzaam. Beestrum maakt ook gelijk afstanden. Dus je krijgt een 1 en 2 en 3 en 4 en 1 en 2 en 3 en... En op de tweede en de vierde tel, dan komt die snare erbij. Dat is die dikke vette klap. Komt ie. 1 en 2 en 3 en 4 en 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 dus rechts maakt eigenlijk 8 slagen op je hi-hat is de kruisjes. De onderste, de bassdrum, speelt de 4. Allemaal gelijke afstanden. En de linkerhand, de snare, die speelt er 2. Eén en twee en drie en vier. En één en twee en drie en
2 en 3 en 4 en 1 en 2 en 3 en 4 en 1 en 2 en 3 en 4 en... Nou hoor ik je denken, dan kan ik toch gewoon het basisritme spelen? Die drie dingen tegelijk, dat valt toch echt niet mee? Weet ik. Ik laat aan het einde, laat ik even horen het verschil tussen het basisritme en dit ritme. Maar eerst oefenen. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kijk wat je doet, hè. 1, 2, 3, 4. Want ze moeten goed gelijk. En als je ernaar kijkt, heb je wat meer controle. Kan je kijken of je het goed doet. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Het is best lastig om die klap met z'n drieën om die altijd gelijk te krijgen. Lukte mij vroeger ook niet. Het lijkt heel simpel, maar het is gewoon oefenen. Herhalen, herhalen, herhalen. Ik zal het verschil even laten horen tussen dit ritme en het basisritme. Komt ie. Nou, het verschil hoor je wel, hè? Hij gaat veel meer stuwen. Basis. En dan. Yeah. Zo. We hebben het overleefd. Op naar hoofdstuk 3. Hey, ik zie je straks. Doei.